Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist. Ik zit hier met Hans van Kleef om over onder andere China te praten met zijn sleutelrol in de wereldwijde energietransitie. Hans van Kleef, fijn dat je er bent. Dank. Leuk dat je komt aangeschoven. Je bent energie-expert, jarenlang bij ABN AMRO gewerkt, nu bij het adviesbureau Publieke Zaken. Klopt. Je adviseert bedrijven. Ja. En wat, ja, kun je iets vertellen over je werk, om jezelf te introduceren? Zeker. Inderdaad, 23 jaar op een maand na bij ABN AMRO gewerkt, in verschillende rollen, maar zeker de laatste jaren als expert op financiële markten en met name ingezoomd op energiemarkten. Daarbij was mijn belangrijkste klant natuurlijk de bank zelf, ABN AMRO. Heel veel intern, maar ook voor onze klanten waren we aan het werk. Sinds begin dit jaar ben ik voor adviesbureau Publieke Zaken gaan werken. Daar heb ik een afdeling opgericht wat zich richt op energieresearch. Dus wat ik eigenlijk doe met mijn afdeling is het kijken naar wat gebeurt er op de energiemarkten. De grondstofgerelateerde markten. Dus denk aan niet alleen olie en gas, maar ook elektriciteit en CO2-prijzen. Wat we daar doen voor onze klanten is het duiden van wat gebeurt er nu. Wat verwachten we voor de komende maanden, jaren. En hoe verhoudt zich dat tot de energietransitie? Wereldwijd. Wereldwijd, ja. Het is een wereldwijde markt. Ja, want daar wil ik het graag met jou over hebben. Want ik wil niet meer staan in ons eigen navel als Nederland, maar kijken, waar zijn we onderdeel van als Nederland? Gelukkig, zou ik haar zeggen. We zijn, wil ik het deels ook over China hebben, want ja, wat daar gebeurt, dat is bepalend, lijkt me. Hè? Want in Nederland, hoeveel CO2-uitstoot is dat van het geheel? Nou, dat werd laatst in de Tweede Kamer besproken, hè? 0,0003 nog wat. Ja, dat ging over een soort aanvullend pakket dat Rob Jetten, hè, de minister, precies, had. Precies, maar uiteindelijk, als je kijkt naar Europa, is de CO2-uitstoot, want ik vind Nederland is zelfs nog veel kleiner, maar als Europa stoten we ongeveer 7% uit wereldwijd. Ja, als je naar China kijkt, dat is een kleine 30%. Alles wat we in Europa doen is zeker nodig, maar het is wel een klein onderdeeltje van het totale plaatje. En daarom ben ik ook blij met dit gesprek, omdat we in Nederland natuurlijk heel vaak het debat hebben over wat gebeurt er in Nederland en het moet meer en sneller. Maar we vergeten wel eens waarom we het doen. En dat is ook wat ik bij de mensen in mijn team vaak aankaart. Van zoom uit, van waarom hebben we überhaupt klimaatbeleid? Waarom willen we die CO2-uitstoot omlaag brengen? En hebben die maatregelen die we dus willen invoeren, hebben die ook echt dat effect? Of verschuift het alleen maar? Ja, wat ik ook nog aan zat te denken is, dus in 2015 hebben we het Parijsakkoord afgesloten met een hele grote doelen naar 2050 toe. En dus dan is ieder land voor zich, die levert dan zijn doelen in, zijn nationale contributies, zijn NDC's geloof ik heet dat. En dus heel binnenkort weer in de Verenigde Arabische Emiraten weer een klimaat. Eind november is COP28, dus een klimaattop. Ja. Ja, waarbij de doelen verder bekeken worden, aangescherpt worden. Nu Wopke Hoekstra, die Frans Timmermans vervangt, die gaat naar de onderhandelingstafel en ze gaan daar praten over de financiering en zo. Ja. En de inzet van de Europese Unie. Maar wat ik zat te denken, als de top 3 van de uitstoters in de wereld is 1, nu China, met 30%. Dan de Verenigde Staten met, dan moet ik even opzoeken, de helft daarvan geloof ik. Zoiets, ja. En als derde India. Ja. En dan heb je ook 2 enorm grote landen. Dus China met 1,4 miljard inwoners, India met 1,3 miljard en Amerika een miljard minder met 330 miljoen inwoners. Ja. Dan zou je ook als wereld kunnen denken van, als we nou gaan richten op die 3 landen en daar de winst gaan pakken. Want ook China is en India zijn de grote CO2-uitstoters, of de stijging die zit daar. Ja, daar zitten natuurlijk een paar haken ogen aan. Hè. Je hebt sowieso, kun je zeggen, oké, de grootste CO2-uitstoot tot nu toe hebben we gezien in de westerse wereld. Dus we hebben ook een verplichting om voorop te lopen in het verlagen van die CO2-uitstoot. China die is nu bij far de grootste CO2-uitstoter, maar India die komt er heel snel aan. En die gaat daar misschien straks wel overheen. China en India geven ook aan van wij willen wel die CO2-uitstoot beperken,
maar geef ons langer de tijd. Dus CO2-neutraal voor China wordt verwacht ergens 2060. Dus 10 jaar later dan hier in Europa. En waar we eigenlijk met z'n allen op mikken. Daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Hoe eerlijk is het dat zij nu al op de rem moeten trappen, terwijl, even platgeslagen, wij het flink verpest hebben daarvoor. Ja, dus die industriële revolutie die begon in Groot-Brittannië in de 18e eeuw, in Nederland eind 19e eeuw. En vanaf die tijd wordt het ook al gerekend eigenlijk, hè? Ja. Dus het tijdperk van de CO2-uitstoot. En als je dus kijkt naar wat basale cijfers van het internationaal energieagentschap, dan hebben ze bij elk land wat statistieken. En dan zie je inderdaad van de VS en Europa die dalen langzaam al jaren, hè, met CO2-uitstoot. Ja. Maar sinds 1990 heeft India, of stoot het meer, 291% meer CO2 uit. Dus het is een verdrievoudiging van de CO2-uitstoot. Ja. En ik las erg dat ook elk jaar komen er nog 5 miljoen mensen die op elektriciteit worden aangesloten in India. Dus er is ook een enorme energiegroei daar. Hè? Ja. Dus we hebben het over India, zei ik het goed? Ja, dat klopt. En China, China is een viervoudiging bijna, ja. Sinds 1990. Ja, nee, de populatie groeit, de energiebehoefte groeit. Ik bedoel, dat gaat gepaard met het willen van meer welvaart. Of het krijgen van meer welvaart. Dat zien we dus terug in deze cijfers. En op zich is het dus knap ook om te zien dat we in de VS en hier in Europa echt die loskoppeling wel inmiddels zien tussen economische groei aan de ene kant en toch een CO2-daling aan de andere kant. Dus die loskoppeling is er wel, gaat volgens sommigen niet snel genoeg, maar daar zien we echt wel verbetering. Dus meer energie-efficiëntie, andere manier van gebruik van energie. Maar in dit soort landen is de behoefte van energie zo groot en de groei of de vraag naar energie is zo groot. Dat gaat gepaard met meer CO2-uitstoot. Het is ook echt voor de laatste decennia. Echt een heel kortdurende periode eigenlijk dat ze zo extreem in de lift zitten. Klopt. Dat heeft ook natuurlijk heel veel welvaart gebracht in die landen. Ja, en gelukkig zie je dat zij natuurlijk ook vol inzet op hernieuwbare energie. Hoewel kolen nog steeds bijvoorbeeld de grootste onderdeel is in de energiemix van China. Wat ook niet zo gek is, want we hebben zelf heel veel kolen. Dus het is altijd lastiger om afhankelijk te worden van een energiebron die je zelf niet hebt. Iets wat eigenlijk het grootste probleem voor Europa is, want we hebben zelf niet zoveel meer. En dat wat we hebben, willen we niet. Aan steenkool, dus onze steenkoolcentrales die worden nu gesloten. Europa heeft zelf weinig van die grondstof. We hebben natuurlijk Noorwegen en op de Noordzee het een en ander. Bijvoorbeeld is natuurlijk Groningen. We hebben nog een enorme hoeveelheid gas in de grond van Groningen zitten. Maar om hele duidelijke en begrijpelijke redenen willen we dat niet meer uit de grond halen. Maar dat betekent wel dat je dus afhankelijker wordt van import van andere landen. En dat is iets waar China heel erg waakzaam voor is. Zij zijn ook heel erg afhankelijk van import, maar hebben zelf ook heel veel energiebronnen die zij ook zullen gebruiken. Want als we even naar China gaan, want ik las ook nog dus dat die sector, of dat de steenkoolverbranding in China is eigenlijk de grootste bron voor de hele wereld. Ja. Qua CO2-uitstoot. Dus als daar een verandering in plaatsvindt, dat is gigantisch. En zij zijn rijk geworden met steenkool. Dat is hun grote voorraad al sinds de 19e eeuw. Ik las nog ook, in Groot-Brittannië zat in de 19e eeuw na te denken over waar gaan we ons steenkool straks vandaan halen. En toen werd er in Shaanxi, een bepaalde provincie, gigantische reserve aangetroffen. Dus er was veel nieuwsgierigheid naar. Dus er is een hele geschiedenis van die steenkool in China. Daar zijn ze echt groot mee geworden. Maar jij beschreef eerder in een gesprek met mij, een voorgesprek, dat je een soort driehoek hebt, hè, met drie punten. Dus betrouwbaarheid en duurzaamheid. De trias energetica, waarop ons energiebeleid altijd gestoeld is, zijn inderdaad die drie punten. Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En wat je ziet is dat de laatste jaren, zeker hier in Europa, na het Parijsakkoord, is de focus heel erg, en misschien daarvoor al met het energieakkoord 2013 hier, is de focus heel erg geweest op duurzaamheid. Ja. En je ziet dat landen als China, die houden echt die balans meer in de gaten. Die vinden duurzaamheid ook wel belangrijk, hoewel het milieuaspect misschien nog wel belangrijker is op korte termijn.
Dus een kolencentrale is heel vervuilend, gewoon voor de lucht. Dan kun je beter windmolens hebben voor zover dat aan je energiebehoefte voldoet. Maar dat vinden zij belangrijk. Maar ze kijken ook heel erg naar energie, dus leveringszekerheid, hè, dus betrouwbaarheid. Is het er? Kunnen we importeren en hebben we het ook gewoon zelf? Zijn daar ook wat pragmatischer in? Hè? Dus met de energiecrisis zag je bijvoorbeeld dat Europa heel veel gas importeerde, wat eigenlijk al verkocht was aan China. Maar ja, China zei van, kan een mooi prijsje voor krijgen. We verkopen door aan Europa en zelf zetten ze de kolencentrales wat harder aan. Ja, precies. En om een derde punt te maken, ja. En dus betaalbaarheid. En dat is voor China natuurlijk ook een issue. Net als voor ons dat steeds belangrijker wordt. Ook China, ja, met eigen bronnen is per definitie goedkoper dan dat je het importeert. Dus ja. die drie punten die zouden eigenlijk idealiter in balans moeten zijn. En je ziet zeker in Europa, ook een beetje in de VS, dat ja, die balans hier een beetje zoek is. Een beetje zoek, die is zoek. Maar laten we daar straks over hebben. Maar even, hoe pakt China dat nou aan? Ze zitten dus, die steenkool, dat was hun bron. Ja. Ze willen een andere verhouding in de energiemix krijgen. Dus minder steenkool in het geheel. Ja. Dus in dat percentage zakt ook. Dat betekent niet dat de energie opwekt. Ja, maar het percentage zakt omdat de groei van de vraag naar energie gaat harder dan de groei van kolen. Ja. Dus het gebruik van kolen neemt nog steeds toe. Maar minder hard dan dat de vraag naar energie in China stijgt. En dat verschil wordt ingevuld door gas. Want dat stoot veel minder CO2 uit dan kolen. Ja, voor kolen. Hun is gas een soort goede vervanging. Is een goede vervanger, ja. En daarnaast heel veel hernieuwbare energie. Zon, wind, waterkracht. Dan is China, je kan er van alles van zeggen. Maar het beleid in China is wel dusdanig dat als er ergens een dorp moet verdwijnen om een waterkrachtcentrale of een stuwmeer te bouwen, ja, dan kan dat. Dat maakt het beleid een stuk makkelijker dan hier in Europa. Ja. En daarbij zeg ik niet dat we die kant op moeten. Maar dan zie je wel dat het veranderen van je energiemix daar iets makkelijker gaat dan bij ons. Maar Xi Jinping heeft drie jaar geleden gezegd, 2060 dan willen we netto CO2-neutraal zijn. Dus dan kun je nog opvang en afvang hebben van CO2 onder de grond stoppen of het uit de lucht halen. Ja. Dus dat betekent niet dat je nog steeds geen fossiele brandstoffen gebruikt. Maar oké, netto CO2-neutraal. Ja, je moet de goede termen gebruiken. Ja, en voor 2030 moet de piek in de CO2-uitstoot zichtbaar worden in China. Dus, ja. En dan misschien wel in de hele wereld. Hè? Dus, ja. Dus dat zijn twee hele belangrijke jaartallen. Ja. Maar hoe pakken ze dat nou precies aan? Want ze willen niet te veel ze hebben hele jonge steenkoolcentrales. Ze zijn pas allemaal in de laatste 20 jaar gebouwd. Gemiddelde leeftijd 12, las ik. Dus die gaan ze niet zomaar sluiten. Nee, precies. Maar de verwachting is dat de vraag naar energie nog door blijft groeien. En dat het overgrote deel wordt dan ingevuld door hernieuwbare energie. Plus dat die oudere kolencentrales, ja, die worden ook vervangen door hernieuwbare energie. Dus je ziet steeds meer een verschuiving in die mix. Inderdaad, het hoeft niet compleet zonder fossiel te zijn om CO2-neutraal te zijn. Er zijn ook hele discussies over van, dan heb je een lock-in en nou weer toch fossiel. En dan komen we terug bij waar ik eigenlijk begon. Van waarom doen we dit? In Parijs hebben we afgesproken, de temperatuurstijging moet onder de 2 graden blijven met een streven naar 1,5. Dat was het doel. Hoewel je nu overal hoort dat het doel 1,5 is. Dat is officieel nog niet zo. En je hoort ook overal dat het onhaalbaar is, 1,5. Ook, maar we streven er nog wel naar. En hoe doe je dat? Door die CO2, of eigenlijk broeikasgas in het algemeen, maar CO2-uitstoot te verlagen. Als je het dan op kan slaan onder de grond, dan is die CO2 ook niet in de lucht. Dus in die zin draagt het bij. Ik kan van alles vinden, maar tot nu toe wordt dat gezien als een of andere oplossingen die ook in China mogelijk gebruikt kan worden. Ja, precies. Maar ze willen dus niet. Ja, ze bouwen nog wel steenkolencentrales bij. Ja. Maar die zijn misschien efficiënter en ze willen daar niet alleen op mikken. Dus ze gaan ook veel meer olie importeren. Of tenminste, dat doen ze ook al. Hè? Maar dat is natuurlijk ze produceren zelf een beetje olie, maar ze importeren heel veel. Zijn de grote olie. Maar dat zijn ze ook meer gaan doen. Ze rijden meer. Deels elektrisch, maar ook een deel niet. En in de chemische industrie. Ze hebben een enorme chemische industrie.
Gebruiken ze natuurlijk ook heel veel olie. Olie wordt, en gas trouwens ook, maar olie wordt niet alleen gebruikt voor transport, maar een flink deel daarvan gaat ook in de industrie. En dat zien we terug in plastic, kleding, asfalt, noem alles op. Ja. Allerlei producten die we ook gebruiken, maar niet per se in de brand steken. Maar heeft China daar ook een plan voor om van de olie af te komen? Nou, niet heel duidelijk. Nee. Volgens mij, voor zover ik dat zie. Ja. Ik was toevallig een beetje aan het spitten in wat rapporten met een lange termijn outlook voor olie. En dan zie je dat het Internationaal Energieagentschap bijvoorbeeld, nou, je noemde het net al, die komen binnenkort met een nieuwe World Energy Outlook. En eigenlijk gaf Fatih Birol, de directeur, al aan, ja, ze verwachten toch een piek in de vraag naar olie voor 2030. Wat eigenlijk gezien de klimaatdoelen ook nodig zou zijn. Ja. Maar als je dan de Energy Information Administration, zeg maar het IEA uit Amerika, en de OPEC beluistert, ja, die zien de olievraag, die op dit moment ruim 100 miljoen vaten per dag is, stijgen tot 116 miljoen vaten per dag in 2045. Dus die hebben een heel ander beeld van hoe die olievraag zich gaat ontwikkelen tot, nou, 2045 in dit geval, dan het IEA die de piek al in 2030 ziet. Waarom hebben ze een ander beeld? Ja, dat zit toch vooral in die verwachting van de vraag en in de verwachting van hoe de alternatieven zich gaan ontwikkelen. Kijk, een groot deel van olie wordt gebruikt in de transportsector. Nou ja, er is hier en daar een klein vliegtuigje dat nu elektrisch vliegt, maar over het algemeen vliegt dat op kerosine. Het wegvervoer, we zien steeds meer elektrische auto's, maar ik was onlangs in Italië. Ja, dat percentage elektrische auto's daar staat in totaal geen verhouding met dat we in Nederland zien. En dat is nog binnen Europa. Dus in Italië in China gaat het een stuk sneller. Hè? Daar zien we wel heel veel meer elektrische auto's. Ja. Maar daar heb je zoveel auto's. Dan nog is het totale percentage op de wereldmarkt van elektrische auto's is gewoon beperkt. Dat groeit heel snel, exponentieel. Dat is goed. Maar ja, er valt nog wel een wereld te winnen, zou ik maar zeggen. Het is wel zo dat in de Europese Unie wordt toch vanaf 2035... de nieuwe verkoop van brandstofauto's verboden. Klopt. Maar een gemiddelde auto wordt een 20 jaar oud. Dus als je in 2035 dus nog, of 34, een benzineauto koopt die nog eens 20 jaar meegaat, en vanuitgaande dat de benzine niet 30 euro per liter wordt, maar dan duurt dat nog even voordat die uitstoot helemaal weg is. Ja, ja. Dus oké, okay, dus die prognoses die lopen nogal uiteen. Als ik naar olie kijk bijvoorbeeld, hè, dan zie je zelfs bij het Amerikaanse agentschap en bij de OPEC, die willen dat misschien ook, want dat zijn de olieproducerende landen in een kartel. OPEC wel, maar Dat tot 2045 nog een stijging van de oliebehoefte te zien is. Maar we hadden het over die driehoek, dus betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En China, die soms komt het op mij over als een overmachtige reus, of een hele machtige reus met zo'n groot land, dat zoveel kan bepalen. Maar zij voelen zich misschien ook kwetsbaar. En we hebben die steenkoolreserves, maar we willen dat diversificeren. We willen niet afhankelijk worden, want ze importeren heel veel olie. Ze zijn de grootste olieimporteur, dus daar moeten ze de hand op houden bij Saudi-Arabië bijvoorbeeld. En ze gaan ook heel veel vloeibaar gas importeren. Of dat doen ze al, de sluitcontracten vooraf. Hoe ze hun kwetsbaarheid precies dan? Zij zijn ook echt wel al heel lang bezig met de langere termijn. Als je kijkt naar hernieuwbare energiebronnen, zonnepanelen, batterijen, om op te slaan. Daar zitten bijvoorbeeld heel veel kritische metalen in. Die komen voor een deel uit hun eigen land, maar voor een heel groot deel uit Afrika. Ja, ze zijn al jaren bezig om in Afrika in te werken, om die aanvoer van die grondstoffen veilig te stellen. En hoe werken ze zich in? Dat ze gewoon met geld. Ja, dat ze bedrijven overnemen daar, Afrikaanse bedrijven overnemen, of gewoon velden opkopen? Hoe doe je? Verschillende manieren. Ze kopen bedrijven op, ze mengen zich in zo'n land, ze bouwen de infrastructuur met eigenlijk maar één doel. Niet per se om Afrika te helpen, maar om hun eigen grondstoffenvoorzieningen, om in hun eigen grondstoffenvoorzieningen te kunnen. Hoe zeg je dat? Dus gewoon in ieder geval, ja, gewoon om of zelfvoorzienend te zijn of niet afhankelijk worden van andere. Precies, en daar zijn ze dus echt al heel lang mee bezig. Ja. Op gebied van olie of van gas. Maar ook dus al met kritische metalen voor die hernieuwbare energiebronnen. En dat is een manier van denken, van strategie, van je leveringszekerheid op orde krijgen. Ja, die wij hier in Europa echt compleet hebben laten schieten, denk ik, de afgelopen jaar. Ja, maar dat snap ik dus ook niet helemaal. In die zin van, vanuit de leunstoel. Ja, jij weet het misschien beter, maar vanuit de leunstoel gedacht van,
China is al 20 jaar bezig om dat veilig te stellen. Ze hebben daar een beleid voor gevormd, ja, voor de kritische metalen. En nu, de Europese Unie die heeft ook kritische metalen lijsten gevormd van hier zijn we afhankelijk, daar zijn we afhankelijk. En van die raffinage en zo. En ook de batterijproductie is China gewoon een grootmeester. Dat is het economische verhaal, maar tegelijkertijd ben je ook als vriend van Amerika gewoon bezig in een geopolitiek verhaal waarin je ook vijandigheden hebt of zo. Je vertrouwt China niet helemaal. Je hebt andere politieke belangen. Je vertrouwt Rusland niet helemaal. Dus als je aansluit bij de Amerikaanse geopolitiek, dan weet je dat je ook kwetsbaar maakt. Of snap je wat ik bedoel? Ja, dat is, dat je, vind dat ik je zelf niet naïef moet zijn in het economische verhaal, want dat verknoopt zich helemaal. Ja, precies. En dat vind ik zelf het frustrerende eraan. Dat we dit natuurlijk al jarenlang zagen aankomen. Dat China een hele belangrijke rol speelt. Dat die heel druk is in Afrika. En dat hebben we gewoon compleet genegeerd. Europa heeft daar helemaal niets mee gedaan. En waar wij... Maar waarom is dat? Ja, zeggen we. We vonden het niet belangrijk, denk ik. We waren bezig met onze eigen doelen. En vaak korte termijn focus. Niet die focus op lange strategische, een lange strategische blik op hoe zorg je dat je leveringszekerheid op orde is. Maar meer kijken, hoe krijg ik zetels in de volgende verkiezing of zo. Zeg het eens. Het is ook wel zo geweest dat Europa en ook de VS geloof ik al meerdere keren naar de Wereldhandelsorganisatie is gestapt, geloof ik. Hè, om aan te vechten, de details weet ik niet precies, dat China daar beperkingen aan oplegt aan hun grondstoffenbeleid en aan de kritische metalenbeleid. Dus zij misschien dat de Europa hoopt op de vrije handel, dat daar geen maatregelen door zijn. Blijkbaar wel wat naïef in om dan toch niet ook voor jezelf het een en ander te regelen. En we willen zelf natuurlijk ook niet, we zullen hier ook het een en ander in de bodem bezitten. En in de VS natuurlijk ook. Nou ja, voor schaliegas zien we in de VS dat ze daar wat pragmatischer mee omgaan dan wij hier in Europa, in Nederland. Ja, want schaliegas en olie is hier nooit echt toegestaan. Nee, dat is wel een debat over geweest. Groot-Brittannië een klein beetje, maar de Verenigde Staten heeft dat hun eigenlijk weer energie onafhankelijk gemaakt. 10 jaar geleden ongeveer. Absoluut. Ja, die hebben zoiets van, ja, ook hun energiebehoefte is heel groot. En die hebben gewoon fors geïnvesteerd in het winnen van schaliegas. En dat is een beetje wat frustrerende nu, dat je ziet dat we hebben Rusland door sancties eigenlijk buitenspel gezet. Om aan onze gasvraag te voldoen, importeren we nu heel veel LNG, lees schaliegas, uit de VS. En dan staat de minister in Rotterdam of bij de Eemshaven te juichen van mooi dat het er is, maar zelf willen we het niet. En ja, dat is af en toe wel het frustreren, het kortzichtige in het beleid dat wij voeren soms op energiegebied. Ja. Als we dan even naar Amerika kijken en weer die driehoek erbij pakken. Amerika is natuurlijk ook omdat zij willen niet afhankelijk zijn. Dat zit misschien in het bloed van China, maar ook in het bloed van de VS. Dat zijn grootmachten. Ja. Het is alleen hun eer te na om afhankelijk te worden. Dus die energieafhankelijkheid en veiligheid is daar altijd al cruciaal geweest. Ja, maar onafhankelijk zijn zij ook niet. Netto misschien wel, als je kijkt hoeveel olie ze verbruiken en olie winnen. Scheelt daar niet heel veel. Alleen dan moet je kijken naar type olie. Zij winnen een licht type olie. Ze importeren juist zwaardere olie. Onder andere ook uit het Midden-Oosten. En exporteren juist weer hun olie. Dus het is netto misschien wel, maar helemaal onafhankelijk zijn ze niet. Maar hoe staan zij, hoe zien ze dat perspectief als het om de energietransitie gaat? Hoe zien ze dat? Daar zitten ze echt compleet in de tang. Ja, toch wel. Want dat zag je laatst een tijd terug, toen Biden naar Saoedi-Arabië vloog. Om eigenlijk bij de kroonprins daar, ja, ik zal niet zeggen smeken, maar wel te vragen om meer olieproductie bij de OPEC. Lees meer olieproductie, dus niet, dus klimaattechnisch natuurlijk heel erg dubbel. Met als doel om de benzineprijs in de VS te verlagen. Want ja, het werd wel een beetje duur. En als Amerikanen ergens allergisch voor zijn, is het een hoge benzineprijs. Dus ja, lokaal was het lastig om die vergunning af te geven, want dat wilde Trump wel. Biden heeft dat deels teruggedraaid als gevolg van klimaatbeleid. En dan zie je dat het begint te schuren. Wat voor vergunning? Wat bedoel je? Voor vergunningen voor oliewinning op federaal land. En dan zie je dat het steeds meer begint te schuren. Dus aan de ene kant willen we fossiel niet. We zien de energievraag nog steeds groeien. Dan is het niet heel raar als econoom om te bedenken, ja, als het aanbod afneemt en de vraag neemt toe,
ja, dan gaan die prijzen omhoog. En ja, dan dat merkt de kiezer. En de kiezer die bepaalt wat er de volgende verkiezingen gebeurt. Ja. En daar begint het te schuren. En dat zie je in de VS, dat zie je hier in Europa, hier in Nederland. En in die zin is China, ja, heeft dat probleem in ieder geval niet. Wat, dat het niet de verkiezingen protesten zijn? En, verkiezingen. Ja, die zijn er wel, maar ja, en dat is wat ik bedoel, die gaan daar natuurlijk heel anders mee om. Maar dat maakt het wel, het klimaatbeleid in Europa en in de VS, dus een stuk lastiger. En als je dan en moet focussen op klimaatbeleid, dus je wil ambitieus klimaatbeleid om onze doelen in 2050 te halen. Maar je wil tegelijkertijd dat de consument niet te veel betaalt. En je wil ook nog eens leveringszekerheid op orde. Ja, dat kan niet. Je kan niet, aan één iets trekken en geen effect verwachten op de andere pilaren. Ja, want is de energietransitie, dus dat je duurzame energie opwekt en die samenleving elektrificeert, staat dat echt op gespannen voet met leveringszekerheid, per definitie? Niet per definitie. Dat heeft vooral met tempo te maken. Tempo. Als jij, dan krijg je een beetje het verhaal van oude schoenen weggooien terwijl je nog geen nieuwe hebt. Op het moment dat we zeggen we willen naar een economie die meer draait op elektriciteit. Ja, dan moet je zon, wind bouwen. Je moet je elektriciteitsnet op orde hebben. Nou, we hebben afgelopen week in het nieuws volop gezien dat dat niet het geval is. En dat moet je doen voordat je het oude afschaft. Want ja, dan zorg je dat je leveringszekerheid op orde is en dus je prijs laag. Op het moment dat je zegt van we willen kolencentrales sluiten, Frankrijk sluit kerncentrales, dan krijg je druk op de mix. We bouwen wel zon en wind, maar dat gaat in een langzamer tempo. Het gaat wel snel, maar langzamer dan dat we het afschalen. Terwijl die energievraag groeit, ja, dan is, lijkt het mij heel logisch dat die prijs omhoog gaat. En dan krijg je dus dat we een compensatieregeling krijgen om huishoudens te compenseren als het te duur wordt. Dat de accijns op de benzine verlaagd moest worden. Ja. En noem alles op. Omdat dat dus op gespannen voet met elkaar staat. Ja. Ja. Dus het kan heel goed naast elkaar, maar het zit hem in tempo. En het een gaat te snel ten opzichte van de ander. Ja. Ja. Of het ander gaat te langzaam ten opzichte van de een. Het is met het u bekijkt. Ja. En nou, als we nog even naar India kijken, ik bedoel, of even, want het is een land met 1,3 miljard inwoners. Ja. En dat zich enorm heeft ontwikkeld. En ik begrijp ook dat India op termijn het bevolkingsrijkste land van de wereld gaat worden, omdat China demografisch heel erg naar beneden gaat zakken. Ja. Dus zij hebben een deadline op 2070 gesteld. Hè, dat is nog zo ver weg. Je weet helemaal niet. Is dat een geloofwaardige uitspraak? Ja, wat kun jij erover zeggen? Ja, niks. En wat moet daar? Niks. Nee, nou, zover. Kijk, ja, je zet een doel. En wat je hoopt, en ik denk dat als je kijkt naar waar kan Europa een rol in spelen, is in technologische ontwikkeling, in kennis, in opbouw, in doorontwikkelen. En India, net als China trouwens, die hoeft natuurlijk niet te beginnen waar wij in 1900 begonnen. Dus die starten op waar we nu zijn met de huidige technologie die veel schoner is dan toen. Ja. Dus die hoeven niet die hele curve door die wij hebben doorgemaakt, gelukkig. En door technologische ontwikkeling en energie-efficiëntie en noem al dat soort dingen op, zal hun energie mix, zeg maar, duurzamer zijn dan per definitie dan dat wij die hadden of hebben. Ja, maar die stroombehoefte, of de energiebehoefte, ja, absoluut, groeit gigantisch. Ja, en dan hebben we het over China en India, dan heel Afrika, nou niet heel Afrika, maar een groot deel van Afrika moet nog beginnen. Hè. En dat staat vaak in de World Energy Outlook ook. Die geven altijd aan hoeveel honderden miljoenen en soms tegen een miljard mensen aan wereldwijd die überhaupt nog geen toegang hebben tot elektriciteit en dat wel willen. Hoeveel? Hoeveel hebben nog geen toegang tot elektriciteit? Volgens mij was het in het vorige World Energy Outlook was het iets van 880 miljoen mensen. Die überhaupt nog op hout stoken, nog geen elektriciteit hebben. En ja, als je ervan uitgaat dat dat eigenlijk ook is wat we willen. Ja, plus dat onze wereldbevolking sowieso gaat groeien naar 9, 10 miljard mensen, zeg het eens. Het zou nog, ja, wat het jaartal dat ik in mijn hoofd heb is 2056, dat dan de piek is en dan langzaam een beetje weer terug gaat groeien. Qua wereldpopulatie. Ja, ja, nou, maar dat betekent maar ook maar zien natuurlijk hoe dat onze energiebehoeften, hopelijk een stuk efficiënter dan nu, maar die zal in ieder geval niet dalen. Nee. Dus, en laten we hopen dat er niet te veel stijgt. Maar er zijn dus heel veel mensen die dat ook nog moeten hebben. Moet ook ingevuld worden.
duurzaam met alle gevolgen van dien. En, ja. Dus ja, om dan te zeggen 2060, 2070, dat is zover weg. We zien in de energietransitie dat dat het traag gaat. Hè. Als je kijkt naar zo'n mooi plaatje van Our World in Data, dan zie je de energiemix vanaf, wat is het, 1900 tot nu. En dan zie je biofuel en dan komt kolen op en dan komt olie op en dan gas. En nu zie je onderin een beetje hernieuwbare energie opkomen. Ja, normaal zijn dat trajecten van 20, 30, 40 jaar voordat het groeit en weer wat afneemt. Ja, nu willen we dat sneller, maar het is ja, niet heel realistisch om te denken dat we over 5 jaar geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Nee. En laten we hopen dat door die ontwikkelingen en door het bewustzijn van het gebruik van fossiele brandstoffen en wat dat betekent voor klimaatverandering, dat die transitie deze keer sneller gaat dan de vorige keren. Ja. Maar heb je enige weet van dat bijvoorbeeld zo'n land als India dat zo belangrijk is? Hoe het zich daar ontwikkelt? Of daar internationale kennishulp is bijvoorbeeld? Om gewoon dat land bij te staan in die begrijpelijke worsteling om en welvaarder te worden, de armoede uit te wissen en toch die uitstoot een beetje in de nou ja, goed, als je kijkt naar de afspraken die we in Parijs hebben gemaakt, is dat er heel veel geld vrijgemaakt moet worden door de westerse landen om opkomende landen, waaronder India, financieel te steunen. Dus in die zin worden ze, ik moet eerlijk zeggen, dat budget is elk jaar nog niet rondgekomen. Dus, maar de intentie is er in ieder geval om ze financieel te steunen en qua kennis natuurlijk. En uiteindelijk zijn er ook hele slimme mensen zelf daar, dus die hebben niet alleen onze hulp nodig. Nee. Maar omdat het voor iedereen belangrijk is wat daar gebeurt. Precies. En het is een gigantische uitdaging, dan kunnen wij wel makkelijk. Ja. Misschien, we kunnen hier makkelijke beslissingen nemen en denken van we zijn de wereld hier aan het redden in Nederland. Nee, maar uiteindelijk daar is al de hulp wensen. Ja. Ja, maar wat je ook natuurlijk ziet is, kijk, we hebben heel veel van onze CO2-uitstoot geëxporteerd. Ja. Door heel veel processen vanuit Europa te exporteren naar Azië, India, China, is die CO2-uitstoot uiteraard ook mee verhuisd. Dus als we kunnen qua aanbodkant, dus de productiekant, zeg maar, wat kennis en geld die kant op sturen. Maar we kunnen ook nadenken over onze vraagkant. Als we allemaal goedkope troep bestellen en dat laten we daar produceren, is misschien ook niet heel duurzaam. En daar kun je natuurlijk ook een effect mee bewerkstelligen op de CO2-uitstoot. Ja, ja. Dat is misschien een oproep voor elke individu, maar dan denk je toch, ja, wat zet dat voor zoden aan de dijk? Nou ja, als je het met z'n allen doet, dan zet dat heel veel zoden aan de dijk. Ja. Ja. Dat is altijd een beetje lastiger. Wie begint en waar begin je dan? Ja. Maar het doel van dit gesprek is dus ook om breder te kijken alleen Nederland. En is het dus ook zo, als je dus niet alleen naar Nederland kijkt als Nederlandse beleidsmaker, maar kijkt van het is een mondiale uitdaging die we aan willen pakken, dat je dan al her en der een ander beleid zou voeren? Want je kunt naar je eigen cijfertjes kijken, bij wijze van spreken. Ja. Er wordt niet in meegenomen wat je indirect veroorzaakt in China, omdat je daar allemaal dingen laat produceren. Nee. Dus, dat hebben we binnen Europa al. Als wij een fabriek hier in Nederland hebben die isolatiemateriaal maakt en dat wordt geëxporteerd naar Duitsland, hebben wij de CO2-uitstoot en de netto winst voor het klimaat zit hem in Duitsland. Ja. En dan kom je weer uit met uitzoomen. Ja. Van waar hebben we het over? Doen we het voor? Dus moet die fabriek hier een weg of niet? Ja, ik denk niet. Maar heb je het idee dat het industriële beleid of de kijk erop of de kritiek erop vanuit de samenleving dat niet helemaal lekker zit? Dat je niet helemaal. Nou, dat is wel een understatement, ja. Leg eens uit dan hoe je dat ziet. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk nu in het Nederlandse debat heel erg van welk deel van de industrie moeten we überhaupt hier nog hebben? En dan vraag ik vaak of altijd eigenlijk van ja, waarom zit het hier? Dat was deels omdat we goedkoop gas hadden. Maar ook omdat we heel erg strenge regelgeving hebben. Dus die industrie die hier zit zijn aan een bepaalde regelgeving gebonden. En we zijn gewoon in sommige dingen heel erg goed. Waarin? In als je kijkt naar bijvoorbeeld de raffinagecapaciteit hier. Onze methaanuitstoot die is heel erg laag ten opzichte van bijvoorbeeld in andere landen. Vanuit de raffinage? Dus in Rotterdam of in. Precies. En als je naar dat soort dingen kijkt en dat puur binnen de grens houdt, dan kun je zeggen, ja, we hebben het hier niet nodig. We produceren veel meer dan dat we als Nederland nodig hebben.
Dus een heel groot deel wordt doorgevoerd. Ja, moet het dan hier zitten? Ja, nou, daar kan je voor kiezen om dat weg over de grens te jagen, zou ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt. En als het ergens anders gebeurt, minder efficiënt en met een grotere CO2-uitstoot... En we, ja, ik bedoel, het zit hier niet voor niks. We verdienen er ook gewoon geld aan. En wat voor bedrijven of sectoren bedoel je precies? Waar denk je het als eerste aan? Ja, dat geldt aan heel veel dingen. Ik noemde raffinage. We hebben natuurlijk heel veel discussies over de Tata, over staal. Moeten we dat hier hebben? Glastuinbouw. Je kan eigenlijk op verschillende manieren kijken naar bedrijven die nu in Nederland gevestigd zijn om allerlei redenen. Maar vaak kijken we dus... En heel kortzichtig naar wat betekent dat voor de uitstoot hier in Nederland. En that's it. En niet zozeer wat betekent het als we het ergens anders doen. Want die producten die ze maken, die willen we wel. En ja, tenzij je zegt op een gegeven moment hebben we dat niet meer nodig. Ja, dat geldt voor ieder bedrijf. En wat voor producten bijvoorbeeld? Staal, benzine, asfalt, beton, noem het op. Van alles. Maar we gebruiken het wel. Ja. Dus, en dat is een beetje het kortzichtig in het huidige debat. En ja, daar gaan ze gewoon in Azië wat pragmatischer mee om. Maar is de regelgeving ook minder streng? Dus, en als je dan zegt van ja, hoe ga je met het klimaatbeleid om hier? Dan is dat vaak, denk ik, kortzichtig en niet met een strategisch langetermijn blik. Is het ook echt zo dat bedrijven echt weggepest worden, tussen aanhalingstekens? Dus dat het echt een heet onder de voeten wordt? Dat ze denken van, als ze onderdeel zijn van een internationale keten misschien, dat er echt sprake is van verschuiving naar een ander land toe? Heel veel van die bedrijven hebben een hoofdkantoor in het buitenland, niet in Nederland. En je hoort vaak, ja, maar ze dreigen met weggaan, doen ze niet. Nee, ze gaan ook niet meteen weg. Maar wat je wel ziet, is dat nieuwe investeringen in nieuwe technologieën, in verduurzaming enzovoort, ja, die vinden dan niet per definitie plaats in Nederland, zelfs niet in Europa, maar op andere plekken. Dat gebeurt wel. Dus nee, ze rennen niet meteen weg. Maar je ziet wel dat hun belang hier snel af kan nemen. Ja. En dat raakt de economie, het verdienmodel van Nederland. Ja. Nou, jij houdt de financiële markt in de gaten, dus de prijsontwikkelingen. En dat is een soort vertaling van geopolitieke spanningen, van behoeftes. Oh, je zei eerder ook nog van, ja, normaal is het vraag en aanbod bepaalt de prijs. Maar nu is het ook verwachting, toekomstperspectief. Het zijn andere tijden, dat is niet meer de meest basale economische balans, maar de psyche speelt mee, leggen zij. Nee, wat je ziet is dat heel veel... eigenlijk sinds een jaar of 15 zien we een toename van financiële producten. Waardoor marktspeculanten veel grotere rol hebben gekregen. We zien dat daardoor andere factoren ook ineens belangrijk worden. Denk aan economische ontwikkelingen, de groei, inflatie. Denk aan monetair beleid, rentestanden, valuta. Maar vooral ook hoop, angst. We zien dat heel veel beleggers, die flitshandelaren met algoritmes werken, die reageren op krantenkoppen. Ik vind een mooi voorbeeld de ontploffing bijvoorbeeld van Nord Stream 2. Er kwam op een gegeven moment een nieuwsbericht van ja, Nord Stream 2 was ontploft. En vervolgens schoot die gasprijs omhoog. Maar er ging helemaal geen gas door die hele pijpleiding. Dus het sloeg nergens op, anders dan dat een algoritme waarschijnlijk oppikte van... Hey, infrastructuur geraakt, dus waarschijnlijk minder gas, dus hogere prijs. Dat is niet meer. Dus je ziet dat dit soort... En onlangs zagen we die pijpleiding Finland-Estland, die gesaboteerd waarschijnlijk is, heeft een prijseffect. Maar ook nu met de oorlog in Israël, is Iran erbij betrokken of niet? Iran is een grote olieproducent. Als daar sancties komen, krijg je minder olie op de markt. Dus gaat die olieprijs omhoog. Dus heel veel van die onzekerheden van allerlei factoren die in de markten spelen, die hebben een direct effect op energieprijzen. Maar is dat belangrijk of zijn dat gewoon, is dat gerommel in de marge? Of heeft dat echt, dat zo volatiel is, is dat belangrijk voor de hele ontwikkeling? Volatiel betekent over het algemeen onzeker. Ja. En onzeker, dat neem je mee met je investeringsbeslissingen. Als jij niet zeker weet wat de prijs gaat doen, dan wordt het moeilijker om investeringsbeslissingen te nemen. Plus dat de effecten van bijvoorbeeld inflatie, dat hebben we nu gezien, inflatie is omhoog, mede door de sancties tegen Rusland, heeft de gasprijs omhoog gedrukt, inflatie liep op.
Dus loopt de rente op als gevolg van centraal beleid, of, monetair beleid. En dat zien we terug in investeringsbeslissingen voor bijvoorbeeld wind op zee. Dus dat soort factoren die spelen allemaal mee. Ook voor, ja, voor wat er nu speelt, maar ook voor investeringsbeslissingen in de toekomst. Maar ook speelt er ook mee voor de investeringen in hernieuwbare energie? Ja. Is dat onzekerder om daarin te investeren bijvoorbeeld, waardoor extra onzekerheid in de markt daar nadeliger voor is, voor die investeringen? Ja, deels vanwege rente. En sowieso loopt de prijs op, omdat we, ja, de arbeiders hebben we niet. De toegang tot grondstoffen. In Nederland, zijn, bedoel je? Nee, breder. Europa, de westerse wereld. Als de toegang tot die grondstoffen, ja, die grondstoffen zijn schaars, dus dan lopen de prijzen op. En dat heeft allemaal dus effect op, ja, op je investeringen. En uiteindelijk, het beleid wordt wel gemaakt in Brussel en in Den Haag of in Washington. Maar uiteindelijk zijn het bedrijven die investeringen moeten doen. En dat zijn geen sociale instellingen. Dus onderaan de streep moet het wel uit kunnen. Maar er wordt toch altijd gezegd van de prijs van zonne-energie die daalt steeds maar door. En de hele gunstige prijsontwikkelingen. Ja, dat is dat klopt. Niet zo simpel? Nee, maar dat klopt wel. Uiteindelijk, de panelen worden steeds efficiënter. En je ziet ook dat als de zon schijnt, en we hebben natuurlijk nu behoorlijk wat panelen liggen in Nederland, ja, dan zijn die prijzen nul of zelfs soms negatief. Maar gemiddeld genomen kan dat natuurlijk niet. Voor wind hetzelfde. Wind neemt toe, dus je ziet dat die prijzen dalen, maar de investeringskosten lopen juist op. Dus, en dat begint nu een beetje te schuren. Dat, ja, dus investeringskosten niet meer opwegen tegen wat je dan terugverdient. Ja. En dat is wat ik bedoel. Het zijn commerciële bedrijven. Ja, te laag energieprijs is helemaal niet zo gunstig. Nee, te hoog niet, maar te laag ook niet. Nee. Maar dus de investeringskosten lopen op vanwege personeelskosten, materiaalkosten. En rente. En dat geldt ook voor zonneweiders en zonnepanelen. Ook. Dat geldt ook voor allerlei soorten. Geldt voor alles. Gasopslag, ik bedoel CO2-afvang en opslag bedoel ik. Ja. Ja, ja. Dus de maar dit is misschien voor alles. Ook voor investeren in olie en gas, aardgas. Daar hebben we een extra moeilijkheid. Omdat je normaal gesproken met hoge olie- en gasprijzen zou je gaan investeren in nieuwe olie en gas. Maar dat willen we niet. Ja. Vanwege de transitie. En dat begint nu daar te schuren. Dat zie ik ook wel als een van de grote risico's. Ja, dat we straks nog wel de OPEC en het EIA, dus de Amerikaanse tak, gelijk krijgen. En die vraag naar olie blijft groeien. Ja, dat gaat helemaal scheef lopen. Omdat de investeringen die blijven achter, nu al. Je ziet maar wereldwijd of door Europese bedrijven? Met name de internationale beursgenoteerde bedrijven die door aandeelhouders gedwongen worden om niet meer te investeren. Een deel kan overgenomen worden door de nationale oliemaatschappijen. Dus denk aan de Saudi Aramco's en de Petrobras'en van deze wereld. Dat van Venezuela? Ook, maar goed, die lopen heel wat jaren achter. Petrobras is Brazilië? Dat is Brazilië, ja. Sorry, ja. Nee, Venezuela is PDVSA, heet dat geloof ik. Maar zij kunnen nu weer wat gaan investeren nu de sancties daarvoor liggen worden. Maar dat duurt natuurlijk jaren voordat dat weer op gang komt. Maar je ziet wel dat scheef gaat lopen. En dat bedoelde ik net met dus dat de prijs timing. Door we willen dus van fossiel af. Dat die druk staat echt flink op de ketel. Maar je ziet de problemen bij de opbouw van hernieuwbare energie. Ja, die nemen eerder toe dan dat ze afnemen. Dus de politieke steun is er wel. Maar het economische plaatje rekent nog steeds niet altijd rond. En dat kan je deels opvangen door CO2-beprijzing. Dat je zegt van ja, we maken fossiel minder interessant en daardoor wordt duurzaam interessanter. Maar daarmee los je niet het probleem op van de technologische mogelijkheden. Sommige dingen kunnen gewoon niet sneller. En dus dan zit er, als je naar de driehoek kijkt, druk op die betaalbaarheid. Dus ook op de draagvlak in landen. Ja, Ontwikkelingen. Er komen altijd nieuwe verkiezingen aan. En dat is meteen ook het grootste risico. Het energiebeleid wordt bepaald door de politiek. Maar doordat er nieuwe verkiezingen aankomen, is er ook meteen een rem in diezelfde politiek. Want ja, te strak beleid, ja, dat kan je wel eens kiezers kosten. Ja. Je had het nog even over marktspeculanten. Is dat een mysterieuze groep? Nee, niet per se mysterieus. Malafide figuren? Natuurlijk niet. Wat zijn marktspeculanten? Nou, die zou je misschien ook hebben. Maar, nee, eigenlijk twee verschillende. Je hebt zeg maar hedgefondsen, pensioenfondsen. Dus pensioenfondsen die gewoon een hele bulk geld hebben en dat ergens beleggen. Dus die zie je op de markt. En je ziet meer particuliere beleggers en echt speculanten die puur
geld willen verdienen. Dat deed je vroeger op de aandelenmarkt, de obligatiemarkt. Spaarrentes deden de laatste tijd niet zoveel. Maar die mikken zich ook, op bijvoorbeeld de grondstoffenmarkt. Is een beetje een niche, een kleinere markt, grotere bewegingen. Maar dat betekent dat als ja, dat die volumes in die handel zijn gewoon enorm toegenomen. Dus marktspeculant is niet direct een negatieve term? Nee, sterker nog. Nee, zeker niet. Ik denk dat het een heel belangrijke groep is die handelt in dit soort contracten. En dat zorgt gewoon voor extra liquiditeit. En dat maakt dat jij als producent of als consument altijd op die markt terecht kan. Want er zijn altijd kopers en verkopers. Okay. Maar met als nadeel dat je soms prijsbewegingen krijgt die niet altijd even rationeel zijn. Ja, precies. Maar je hebt wel investeringskapitaal kun je ophalen op de aandelenmarkten door ook deze groep speculanten. Ja. Mooi, hè? Dus misschien even om af te ronden, denk ik. We zitten met z'n allen op één planeet en Europa heeft maar 7-8% van de CO2-uitstoot op dit moment. En die is aan het dalen. Dus we zijn afhankelijk. Jij ziet wat scheefheid in die driehoek van betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid. En bovendien, het investeren in hernieuwbare energie wordt moeilijker. En er wordt niet zoveel geïnvesteerd in olie meer. Dus de prijzen, dat heb je zorgen over hoe zich dat ontwikkelt. Dus het draagvlak en hoe snel het kan gaan. En uiteindelijk, hoe het in India en China gaat, dat is dus ook eigenlijk nog heel onzeker. Of vooral misschien is, van India weten we niet, of weet ik niet zoveel. Van China weet je iets meer. Maar is dat ook een soort, vooral India ook een soort black box? Hoe dat zich gaat ontwikkelen? Ja, black box, je weet wel ongeveer welke kant het op zal gaan. En in die zin denk ik dat China een mooie leidraad is en richtinggevend is, ook voor India. Maar dan nog weer efficiënter, nog weer sneller, nog weer beter. Maar dat geeft ook wel aan dat er echt nog wel heel veel moet gebeuren. Daar moet denk ik veel meer aandacht voor zijn. Van het uitzoomen, van waarom doen we het ook alweer? Die streven naar 1,5 graad, van die CO2-uitstoot beperken mondiaal. Dan maakt het in die zin, leggen we wel heel veel aandacht soms op wat er gebeurt hier op ons klein stipje op de wereldkaart. Ja. En vergeten we soms het grotere plaatje. En ik denk dat misschien, ik hoop dat voor de komende klimaattop, die overigens geleid wordt door een olieminister uit het Midden-Oosten, dus misschien dat al iets meer nuance brengt. Waarbij ook mensen zeggen dat juist heel verkeerd is. Want dat zou misschien de boel te veel remmen. Maar dat in ieder geval dat grotere plaatje zeg maar meer in beeld komt. En dat we met z'n allen meer gaan nastreven waar we eigenlijk dit überhaupt voor begonnen zijn. En als het is nu 2023. Als we in 2040 hier weer zouden zitten, over 17 jaar. Wat stel je erbij voor hoe de energiewereld er dan uitziet? Ja, dan hebben we enorme stappen gemaakt. Het is natuurlijk lastig, omdat soms kunnen dingen heel erg snel gaan. Vooruitkijken is natuurlijk altijd lastig, zeker in financiële markten. Dus, maar ik weet zeker, het gaat nu al heel snel. En dat vergeten we. Ja, wat gaat snel dan? De energie, als je ziet waar het percentage hernieuwbare energie dat wij nu hebben. Als je ziet dat een beprijzingssysteem, het EU-ETS, dat werkt gewoon heel goed. Het emissiehandelssysteem. Dus vallen nog niet alle sectoren onder. Het kan nog veel beter. Wordt ook uitgebreid. Het wordt uitgebreid. Maar als je ziet dat al zo goed werkt. En we zijn eigenlijk echt begonnen in 2015. Hè? We zijn net bezig. Ja. Als je dan ziet waar we nu staan ten opzichte van 2015, dan is dat zo'n ander beeld waarbij we eigenlijk, als we het beleid uitvoeren zoals we nu bezig zijn, eerder al richting die 2 graden gaan. Is nog niet genoeg, moet nog meer. Maar een paar jaar terug steefden we af op 3,8. Dus die draai is echt wel ingezet. En ik ben ervan overtuigd dat als we hier over 17 jaar weer zitten, dat we die draai veel verder hebben doorgezet en dat het wel eens sneller kan gaan dan menigeen denkt. Nou, het is inderdaad zo dat als je naar verschillende scenario's van de IPCC kijkt, dan wordt er vaak gerekend met een extreme emissiescenario. Maar die is bijvoorbeeld in de World Energy Outlook is die al weg. Dat current policies waar we toen afstevenden van de kolen en alles blijft maar doorgaan. Ja, dat is natuurlijk maar niet meer zo. De laatste editie van het scenario begint volgens mij ook in 2015, maar dan zonder het Parijsakkoord. Ja. Dus
Dat hoofdstuk in het verhaal ontbreekt daarin. En dat geeft ook het verschil aan van waar we vandaan komen misschien wel. Ja. Zo recent nog. Precies. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Ik zie je over 17 jaar weer. Zelf bedankt voor het gesprek, Hans. Dank. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.